Morning, ben ik weer. Ik heb vandaag voor jullie mijn haul van de maand juni. Klopt toch? Ja. Juni. Voordat ik jullie de boeken ga laten zien die ik deze maand heb gekocht en gekregen, wil ik jullie eerst iets anders laten zien. Ik had namelijk op mijn Instagram een heel leuk berichtje gekregen van Elora. Zij had tekeningen gemaakt en één tekening daarvan deed haar heel erg denken aan mij. Die heeft ze me toegestuurd, dus die wou ik jullie graag laten zien. En dat is deze tekening. Dit is een tekening van een draak die in een stoel zit te lezen voor een boekenkast met tekst erbij. Een goed verhaal wordt nooit oud. En dit deed haar dus denken aan mij, wat ik niet zo gek vind aangezien ik fan ben van draken en van lezen. En hij leest ook, zien ook fantasyboeken, tenminste het heeft allemaal een beetje een fantasy sfeer. De wat meer fantasy boeken. Dus ik vind deze super leuk. Ik heb hem in deze lijst gedaan. Past perfect. En hij staat boven op mijn boekenkast. En hij heeft heel veel boeken voor het Vibelings. Ik vind hem echt heel leuk. Dus nogmaals bedankt Elora voor het opsturen. Zoals ik al zei, deze heeft Elora zelf getekend samen met iemand anders. Ik weet niet wie. En hun shop heet Word Arts for Two. En je kan hun op Facebook vinden onder Word Arts for Two. Dit is hun visitekaartje die ik erbij kreeg. Ik zal het ook wel even een linkje hieronder laten, zodat jullie zelf kunnen kijken wat ze tekenen. Dit hebben ze gewoon zelf getekend. Echt super knap. I love it. Dan voor de boeken. Allereerst kreeg ik van Brigitte een berichtje dat ze bij de Dirk was. En daar hadden ze dus Disney boekjes in de aanbieding. En dus ook deze. Die waren volgens mij 2 euro. Dus ze had deze voor me meegenomen. Dit is Belle en het Beest. En dat vond ik wel leuk. Ik heb deze Disney boekjes niet vroeger wel heel veel gelezen. En mijn schoonzusje die spaart ook en die heeft er heel veel. Dus ik denk ook wel leuk om te sparen aan deze gewoon omdat het Belle is. Belle en Beast. Vond ik het wel leuk om deze te hebben. Voor later als ik misschien ooit kids heb om aan voor te lezen. Maybe someday. Dan het volgende boek heb ik gekregen omdat ik een workshop gaf bij Vos en Van der Leer in Dordrecht. Een super toffe boekhandel waar ook mijn vriendinnetje Brigitte werkzaam is. We hebben daar een YA, het eerste YA evenement gehouden in Dordrecht. Het was een groot succes. Er waren heel veel mensen. Het was super tof. Ik heb daar samen met Snoep een workshop gegeven over ondernemen binnen boeken. Wat kan je doen? Hoe kan je geld verdienen? Hoe kan je freelance aan het werk komen? Etcetera. En een beetje onze tips en tricks gedeeld. Was super leuk. Het was mijn eerste keer. Ik was een beetje zenuwachtig. Maar volgens mij is het allemaal goed gegaan. Het was heel leuk om te doen. En we mochten dus van hun een boek uitkiezen. En ik heb voor deze gekozen. Dit is Aardzee, het eerste deel. Van Ursula K. Le Guin. Ik heb deel 2 heb ik natuurlijk vorig jaar op Boekenfestijn gekocht. Omdat die 10 euro was in plaats van 25 euro. En nu dacht ik van, joh, ik mag een boek uitkiezen. Ik had een cadeaubon. Dus dit leek me wel de perfecte kans om deze dan nu te halen. Normaal haal ik hem niet omdat ik hem best wel duur vind. En kijk trouwens naar deze beautiful okergele cover. Dus ik ben er wel blij mee. Kan ik ooit deze massive boeken beginnen? Maar ik vind het in ieder geval tof dat ik deze twee heb. Volgens mij zijn het alleen deze twee delen in de Aardzee serie. Als een serie is. Duology dan. Dan het volgende boek dat ik heb gekregen. Heb ik gekregen van bol.com. De boeken die hierna volgen ook wel indirect. Ik was bij bol.com voor een brainstorm sessie. Bol.com heeft het leesmagazine en zij willen dit ook gaan bevorderen onder jongeren. Echt een beetje gaan richten op YA en New Adult. En ze hebben dus mij en een paar andere YouTubers en bloggers gevraagd om met hun daarover na te denken van joh, hoe kunnen ze dat nou groter maken? Hoe kunnen ze nou het leuker maken voor jonge lezers? Hoe kunnen ze deze bereiken? Etcetera. En als dankje kreeg ik dit boek. Eigenlijk kreeg ik een ander boek die later in deze haul ook zit. Die had ik al, dus toen heb ik deze geruild met Sabine van Sabine's Boeknoek. Dus ik heb nu Herenstraat en de Rozelaan van Carly van Tongeren. Nederlandse auteur, een jonge meid nog van wat ik weet. Deze uitgegeven door Blossombooks en ik ben super blij dat ik deze heb. Het gaat over een meisje en Nina. Haar ouders zijn gescheiden en de ene is gaan wonen op de Herenstraat en de andere op de Rozelaan. En dit is dus haar leven terwijl zij moet dealen met de scheiding van haar ouders. En dus eigenlijk tussen deze twee straten heen en weer reist en... Het schijnt gewoon een super goed verhaal te zijn over gescheiden ouders. Wat heel veel mensen meemaken. Meer dan dat je zou verwachten. En toch ook mooi en grappig. Dan hebben we van bol.com ook nog als bedankje een cadeaukaart gekregen van bol.com. En daarvan heb ik deze 3 boeken gekocht. Ik had jullie voor mijn TBR voor juni heb ik jullie gevraagd welke series jullie willen dat ik verder ga lezen. Ik ben hier niet overal aan toegekomen. Slechts zelfs nog, ik heb het eerste boek bijna pas uit.
Dus ik heb besloten om deze lijst die jullie hebben opgesteld door jullie keuzes, deze ranglijst wel aan te houden. Zodat ik in ieder geval daarmee verder kan en in ieder geval op die manier een beetje mijn series en 2BR stapel wat kleiner maak. Want ik weet niet wat ik verder moet lezen. Dus ik blijf gewoon dat aanhouden. Dit betekende wel dat ik een paar series compleet moest gaan maken. Want op deel 2 staat namelijk voor nu de selectie trilogie. Daarvan moet ik deel 4 en deel 5 nog lezen. Deel 4 heb ik, maar deel 5 nog niet. Dus bij deze ook. Deze is van Kira Kaas. En dit gaat over, tenminste deel 1 ging over een soort van bachelorette. Om te kijken wie de nieuwe koningin werd. Om te trouwen met de prins, dus kroonprinses. En dit verhaal gaat veel verder daarna. Dit is namelijk over de winnaar en dan haar dochter. Dan daarna op de lange ranglijst, of misschien zelfs pas iets verder op, staat The 100 van Cass Morgan. Ik heb deel 1 de 100 en deel 2 dag 21 heb ik al gelezen. Dus ik heb ook even deel 3 thuis en deel 4, een nieuw verschenen deel 4, Rebel gekocht. Op die manier kan ik deze binge readen, want ik ben echt door de eerste twee delen heen gevlogen. En deel 3 en 4 zijn dunner dan deel 1 en 2, dus ik denk dat ik hier doorheen vlieg. Ik ben weer ook helemaal obsessed met de Netflix serie, dus ik vind het helemaal prima om deze ook snel te lezen. Voor wie niet weet waar het over gaat, we volgen in deze serie 100 tienergevangenen die naar aarde zijn gestuurd om te kijken of dat weer beleefbaar is. En ze zijn niet de enige hier, ze komen voor heel veel problemen te kampen, van buitenaf en onderling, terwijl we ook nog het ruimteschip volgen waarop ze zijn opgegroeid. En die heeft ook zijn eigen problemen. Dus die moet naar aarde komen. Maar is het daar wel veilig? Super tof. En ik ben benieuwd hoe het er verder gaat. Want volgens mij het loopt niet meer gelijk aan de Netflix serie. Dan het enige boek dat ik zelf gekocht heb. Alhoewel ik wel 6 euro of zo heb bijgelegd bij mijn bol.com bestelling. Heb ik daarnaast maar één boek gekocht nog verder wat super goed is. En dat is The Queen Rising van Rebecca Ross. Ik had een video gekeken van Sabine's Booknook. Volgens mij haar juni haul of mei haul. Daarin vertelde ze dat ze dit boek had besteld bij Amazon voor 4 euro. En toen dacht ik, hey, die staat op mijn boekenplank van Storytel. En voor 4 euro wil ik hem heel graag hebben. Hard. Cover. Dus dankjewel Sabine. Dat was niet de bedoeling, maar ik ben er wel blij mee. Dit boek heeft echt een super mooie cover. Hij is hieronder gewoon blauw. Maar ik vind de cover best wel mooi. En hij heeft duct edges, wat Sander laatst had gezien en hij wist niet dat het was. En volgens mij is het een super tof verhaal. Een heksenverhaal. That's all I know, all I need to know. Ik weet alleen dat het over heks gaat. En de laatste twee boeken heb ik gekregen van Best of YA om te reviewen. En de eerste is De Hemel in het IJs. Van Ariane Jong. Dit is het boek dus die ik eigenlijk in mijn van bol.com had gekregen. Van bol.com leesmagazine had gekregen. Maar die ik dus heb geruild met Sabine. Wat super tof is, want hij lag bij mij al op de mat. Dus anders had ik hem dubbel. Ik weet heel weinig over dit boek. Behalve dat het gaat over vikingen, YA en een vrouw. En ik probeer hem te herinneren wie ik was. Sterk, dapper, onverschrokken, vastberaden. Ik ben super geïnteresseerd. Maar ik ben super nieuwsgierig naar dit boek. Ik heb er niks dan goeds over gehoord. En ik ben geïnteresseerd door de cover. En De Hemel in het IJs vind ik een best wel mooie naam. En het is een viking! Verhaal, YA, met vrouwen. Goodness! It's original, I need to read it. En het laatste boek van deze maand. Ik ben echt trots op hoe klein deze boekhal is. Relatief klein. En dat is De Outcast van Taran Mataru. Dit is de prequel van de Summoner trilogie. Deel 1 en deel 2 heb ik verslonden. Ik was er dol op. Deel 3 ga ik ook binnenkort lezen. En dan ga ik gelijk deze erachteraan lezen. Articurus volgen we volgens mij in deze prequel. Als je de Summoner serie niet hebt gelezen. Dus je de nieuweling hebt niet hebt gelezen. Weet je niet wie dat is. Dat is de leermeester van Fletcher. En super tof dat wij over hem meer gaan lezen. Dit is een super fantasierijk en tof fantasy verhaal waarin Fletcher erachter komt dat hij een summoner is. En een summoner heeft dus de gave om demonen op te roepen en aan zich te binden en voor zich te laten vechten. En dit doen ze dus terwijl er een rassenoorlog is en heel veel andere duistere krachten aan het werk. En daar gaan Fletcher en zijn vrienden zijn stokje voor steken. Super leuk met de toffe personages, toffe character building en relaties onderling en gewoon zo fantasierijk. Het doet denken aan Pokémon, maar dan super tof. En er zit heel veel in. Lord of the Rings feelings. Het is echt een mengelmoed van Lord of the Rings en Pokémon. En dat klinkt al tof. Dat was het dan voor mijn, vind ik zelf, redelijk bescheiden haul van juni. Laat zeker weten welke boeken jullie hebben gekocht of gekregen of gevonden in de maand van juni. En ja,
Ik zie jullie heel snel weer. Doei! Van Ros, Ros wie? Rebecca Ros. Goede summary heb je ook al gedaan. Oké, ik ben klaar.